Ik zet het in die plant. Hoor je dat niet? Oh, ik hoor dat ze. Oh ja. Jij hebt me liever iets meer in de plant. Ja. Ja. En ja. Nog een keer? Dan zal ik hem wel proberen te vangen. Hoi, ik ben Jacqueline van Kresup en ik kom hier vragen beantwoorden voor Sky Radio. Gaan we een beetje lingo achter? Spannend. Wat is jouw muzikale hoogtepunt tot nu toe? Goeie vraag. Ik heb er al vele meegemaakt, maar ik ben net klaar met de Vrienden van Amstel reeks, waar we een ode brachten aan onze muzikale heldinnen. Alanis Morissette bijvoorbeeld een paar. En dat vond ik qua zingen heel erg leuk om zo te kunnen doen. En ook die zangeres heb ik allemaal zoveel geoefend voor de spiegel. Vroeger en nagedaan. Dus dat was wel zeker een hoogtepunt om dat nu zoveel avonden voor zoveel publiek te kunnen doen. En die? Volgende. Waar gaat het nieuwe nummer In The Water over? Dat gaat eigenlijk over hoe het verlangen naar jezelf over kunnen geven aan iemand anders. Wat soms heel moeilijk kan zijn als je veel hebt meegemaakt. En ik zag het voor me als achterover in het water vallen. Wat een soort totale overgave is natuurlijk. En in de clip ben ik ook uiteindelijk achterover in het water gevallen. Terwijl het heel koud was. Dus het was een totale overgave. Ik gooi er maar mee, want ik ruim het zo wel op, hoor. Een stugge vraag. Met welke artiest zou je ooit willen samenwerken? Dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Dat is ook zo, als je overal uit kan kiezen, dan zelfs dan weet ik niet eens waar ik moet beginnen. We hebben met Danny Vera een duet gedaan. Dat vond ik heel erg leuk om te doen. Omdat ik Danny ook al ken vanaf dat ik 17 was. En hij was toen 20 of zo, denk ik. En van school, dus het is heel leuk. En we zijn elkaar altijd blijven volgen om dat nu dan zo samen te kunnen doen. Dus dat droompje is al een beetje uitgekomen. En ja, misschien hebben mensen ook wel gehoord dat onze drummer dit jaar bij U2 gaat spelen. Voor een jaartje. En dan moet ik toch zeggen dat heel soms mijn fantasie zo de vrije loop ging van... ik ben nog nooit zo dicht bij Bono gekomen. Wat ook helemaal rood van, maar die fantasie gaat dan toch wel even op hol. Ik heb het nog niet geopperd, daar wacht ik nog even mee. Dus Danny Vera of Bono. Ik zet het in die plant. Hoor je dat niet? Oh, ik hoor dat ze... Oh ja. Jij hebt me liever iets meer in de plant. Ja. Ja. Waar mogen we jou voor wakker maken? Goeie vraag. Ja, wat ik het allerlekkerste vind is een heel lekker speciaal biertje. En dan het liefst een IPA. Dus dat is eigenlijk wel een van de dingen waarvan ik altijd denk, yes, hier kan een speciaal biertje bij. Dus ik kan zeggen dat je me daar ook best wel voor wakker zou mogen maken. Voor een goed IPA'tje, dan drink ik die ook wel op. 's Nachts, geen probleem. Of een IPA moet je het eigenlijk noemen. Als je geen artiest meer kan zijn, welk beroep zou je dan uitoefenen? Dan zou ik heel graag een hondenkapsalon willen beginnen. Ik heb 2 honden en die knip ik ook en dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik bracht ze eerst nog naar de kapsalon toe. En als ik daar dan kwam, dan dacht ik ook vaak, oh, kon ik hier maar blijven en dan lekker knippen de hele dag en kletsen met die vrouwen. Dus als ze dit dan niet meer zou kunnen, dan denk ik dat het zou worden. Hondenknipper. Hondenkapper? Hondenkapper. Ik moet er nog even een goede naam voor bedenken. Ja. Dat was het. Lekker Sky Radio. Nou, dit waren mijn vragen. En nu ben ik wel eigenlijk ook benieuwd naar jullie antwoorden. En met name op de vraag wat je zou doen als je niet het beroep had wat je nu uitvoerde. Ik ben benieuwd.